Hartelijk welkom, lieve mensen, bij weer een video over lasergraveren. Dit keer een video over Lightburn. Velen van u, zeker de mensen die Lightburn als betaalde versie hebben, zullen gemerkt hebben vorige week dat er een grote update uit is gekomen van Lightburn. Grote update. Ja, weet je, wat uit is gekomen is de versie 1.4.00. En het tweede cijfer, dus die 4, geeft aan of het een grote of een kleine update is. Als het een kleine update is, dan veranderen die twee laatste cijfers, die .00. Dus 1.4.00. En ik wil u in deze video even laten kennismaken met de belangrijkste wijzigingen. Dat zijn er niet zoveel, het gaat dus een relatief korte video worden. Desalniettemin is het natuurlijk altijd de moeite waard om even te kijken naar wat is er dan specifiek veranderd. We gaan erin duiken. Zo. We hebben Lightburn geopend. Op het moment dat u Lightburn opent en u zit nog op de oude versie en u heeft een internetverbinding, zal hij vanzelf melden dat er een update is. Let wel op, de licentie bij Lightburn is dusdanig dat als je betaalt, heb je een jaar lang recht op gratis updates. Na een jaar kan je het programma blijven gebruiken, maar je krijgt die updates niet meer. Dan moet je dus een verlengende licentie kopen, zeg maar, die dan weer voor een jaar geldig is. Maar op het moment dat jij dus een geldige licentie hebt en je hebt de betaalde versie van Lightburn en je opent Lightburn en je hebt een internetconnectie, dan zal hij aangeven dat er een update is en die update gaat hij uitvoeren. Je kunt het helemaal bovenaan hier bij mij zien. Hij draait nu op versie 1.4.00, goed zeggen. Oké, dat is de huidige versie, de nieuwe versie van Lightburn. Het eerste wat daarin veranderd is, het is iets dat kon eigenlijk al en veel mensen weten niet dat het kan, maar ik zelf gebruik het regelmatig. Je kunt namelijk naast elkaar twee of drie versies van Lightburn openen. En dat kan wel eens handig zijn dat je zeg maar een groot object in het ene versie hebt waar je stukjes uit wilt halen en die je kunt kopiëren plakken in de andere versie van Lightburn. Nou, dat moest je doen door dan gewoon twee keer Lightburn te openen of drie keer Lightburn te openen, net hoe je dat wilt. De methode is makkelijker geworden als je nu gaat naar bestand en je kiest voor nieuw venster, nieuw window, dan opent hij simpelweg een tweede Lightburn. En als je goed kijkt, zie je dat hier gebeuren. Deze komt klein tevoorschijn. Over een backup, nou dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar je ziet dus dat hij dat dus ook werkelijk doet. En dat nogmaals, dat kan dus handig zijn. Ik weet niet hoeveel versies je kunt openen, dat durf ik niet te zeggen. Maar twee of drie in elk geval, dat weet ik zeker. Iets anders wat je nog niet wist, maar dat heeft niks met deze update te maken, is dat je Lightburn kunt gebruiken met jouw licentiecode op twee computers. Ja? Dus niet op één, maar op twee. Officieel zijn het er twee, dus ik denk dat het ook niet meer dan twee is. Dat weet ik niet helemaal zeker, dat zou je moeten testen, maar volgens mij kan het maar op twee PC's. Oké, even terug naar die update. De volgende is het vervormen van objecten. Nou, laten we even een voorbeeld pakken. Laten we even een foto erin gaan zetten. Even kijken of ik ergens een fotootje heb. Vast wel. Dit is een logo van een bedrijf waar ik mee samenwerk. Het is nu een beetje onzuiver omdat ik heel diep inzoom. Maar als ik nu ga naar hulpmiddelen, dan zien we daar onderin twee opties. Warpselectie, dat is 4 punten. En de deformselectie, 16 punten. Eerst even die warpdetectie. Iedereen die een beamer heeft, die kent dit. Want als ik nu hieronder op die blauwe puntjes ga staan, dan krijg je het soort vervormingen zoals je zeg maar normaal bij een beamer nog wel eens hebt. Zie je dat? Oké, als je dubbel klikt op zo'n punt, dan zet hij het weer terug in de oude situatie. Voilà, zie je dat? Dus dat is deze. De tweede, die is wat uitgebreider. Dat is dus hulpmiddelen. En dan, ik moet eerst even selecteren, dus ik moet eruit. Om eruit te gaan, dan ziet het die blauwe puntjes. Dat afsluiten vanuit die blauwe puntjes, dat die blauwe puntjes weg zijn, dat doe je door op escape te drukken. Je ziet een beetje een rare split in de video. Dat komt omdat de escape button bij mij ook de functie heeft om de videoopname af te sluiten. Dus ik drukte op escape en dus sloot hij de videoopname af. Ik ga je laten zien de tweede functie die daarmee te maken heeft. Dat is hulpmiddelen. En dan de deform selection. En dat is 16 punten. Nou, en dan zien we dat we hier weer die punten krijgen. Nu niet alleen op die rond. En daar kan ik nog steeds mee slepen wat ik wil.
Maar ik kan ook hier binnenin nu gaan lopen slepen. En hetzelfde verhaal geldt. Ik kan dubbelklikken. Dan zet hij het weer terug. Maar deze is dus onbeduidend heftiger te gaan vervormen. En dit lijkt allemaal niet zo interessant. Maar dat is het wel. Want als je dit met tekst gaat doen, wordt hij nog leuker. Dus ik moet weer even op escape drukken. Anders dan kan ik weer niks doen. Alhoewel, ik zou natuurlijk ook dit keer gewoon kunnen zeggen. Bestand. Nieuw venster. En dat doe ik dus. Komt hij weer dat mijn object nog niet opgeslagen is. Hij heeft het eigenlijk over dat venster daaronder. Het hoeft niet opgeslagen te worden, dus ik doe het weer openen. Nu ga ik het tekst typen. Zo, ik ben een testobject. Object, wel goed typen. Zo, zullen we dat ook even groter maken? Hoeft niet, maar mag. En dan ga ik hetzelfde grapje uithalen. Ik ga opnieuw die hulpmiddelen doen en weer die deform selection. En even erop inzoomen. En wat er dan gebeurt, dan zien we dat we die tekst dus helemaal andere vormen kunnen gaan geven. Dit is natuurlijk wel heel erg grappig dit, hè. Dus die vervorm en deform functie, dat is, vind ik op zich, een hele grappige functie. Oké, ik moet even escape gaan drukken om eruit te gaan. Dus we gaan de video weer opstaan en dan kom ik met de volgende verandering terug bij je. De volgende functie die veranderd is, is de lijn tool. Je kon in Lightburn altijd al, maar dat kan nog steeds, je kan met dat potloodje zelf iets tekenen. Ja. Het grote probleem daarbij was, tot als je het nu wilde sluiten, dan moest je echt heel precies, heel diep gaan inzoomen om keurig die lijn te laten aansluiten. Nou, dat gaat nu nagenoeg automatisch. En je zult het nu misschien niet kunnen zien, maar als ik hem op fill zet, zul je zien dat het een gesloten object is, want hij wordt zwart namelijk. Dus dit is een verbeterde functie in de lijnfunctie. Goed, de volgende functies die ik heb, die ga ik vertellen, want die ga ik niet laten zien. Eerste is meer stabiliteit bij node editing. Node editing is dat je zeg maar, daar heb ik wat video's over gemaakt, ook dat je een object hebt, een lijnobject, en dat je zeg maar dan de node editing functie gebruikt. En dan krijg je allemaal die stipjes aan de zijkanten te zien. En die kun je dan verslepen en verwijderen en noem maar op. En dat bleek niet helemaal stabiel te zijn en dat is meer stabiel gemaakt, minder rare vervormingen also. Zo, dan nog wat wijzigingen die met name voor het gebruik met Galvo lasers interessant zijn. Mensen met Fiber en Fiber Mopa lasers onder andere. Om te beginnen is er een herhalend graveren functie ingebouwd voor die Galvo lasers. Dat wil zeggen dat je een soort van mal kunt maken die automatisch beweegt. Waarbij je, ik noem maar iets, pennen in een ronde legt. En dan kan hij... dus die tool die kan ervoor zorgen dat al die pennen, mits je dat natuurlijk goed ingesteld hebt, één voor één automatisch gelezen worden. Dat wil dus zeggen herhalend gegraveerd worden. Tweede functie die bij die Galvo's interessant is, is dat je als je gaat framen, zoals wij dat ook doen met de kaderbutton, dus als je gaat kaderen, ja, dat je dan met page up en page down, datgene wat je wil lezen, je kunt verkleinen of vergroten. Dat is wel een hele interessante functie. Die zou ik ook wel interessant vinden eigenlijk voor de diodelezers. Maar goed, hij is alleen bij de Galvo-lezers ingebouwd. En het allerlaatste wat er veranderd is, nou, dat is natuurlijk een heleboel, maar dat zijn vooral bugfixes. Bugfixes en kleine wijzigingen. Nou, je kunt je voorstellen, ik ga die niet allemaal zitten behandelen hier, dat is helemaal niet nodig. De grote wijzigingen hebben we gezien. Het is officieel een grote update. Ik vind het persoonlijk meevallen. Het zijn kleine functies, maar ik wou het toch niet onbesproken laten. Ik wijs u toch nog graag een keer op de crowdfunding actie. Niet omdat u moet betalen, of misschien hebt u dat al wel gedaan. Dat is allemaal helemaal niet nodig, maar ik zou het zo ontzettend fijn vinden als ik het voor de jongens uiteindelijk voor elkaar kan krijgen. Voor hun de 3D-printers aan te schaffen. U hoeft niet, u mag. Nou, ik ga u... heel fijne week verder wensen. Heel fijn weekend alvast wensen. Het is nu mooi weer, maar het wordt helaas minder mooi weer. Dus mooie tijd om te gaan lezen. Tot de volgende keer. Dag.